Ja, een baasje is gaan wandelen zonder mij. Hoe durft hij? Hoor dan. Goedemorgen, Romke. Mooi, schat. Heb je lekker geslapen dan? Nee? Heb je lekker geslapen? Ja? Moet je klem met het ruitje doen, hè? Heb jij lekker geslapen? Eerst maar een koffie, voordat ik aanspreekbaar ben. Een hele goede morgen. Het is vandaag vrijdag, de dag na hemelsvaart. Ja, heerlijk geslapen. Vanmorgen vroeg wel wakker geworden, dronken ineens naast me kwam liggen in bed. Dat is, ja, gisteren kwam hij ook ineens tegen me aan zitten. Dat zijn dingen die niet echt bij Romke horen, maar ja, vanmorgen vroeg deed hij dat in één keer. En ja, het is nou... Oh, het is al kwart over elf, joh. Ja, we hebben lekker uitgeslapen ook, want daarna ben ik weer in slaap gevallen. En, we zijn altijd heel snel. Goed geslapen, we hebben nou een ontbijtje al gehad. Ik zet nou even water op voor de afwas. En ja, het is nu weer zonnig. Het heeft ja, vanaf gistermiddag tot gisteravond. Ja, tot hoe lang heeft het al niet geregend, joh? Tussenpozen. Tussenpozen dat het wel even, het was van die mieze regen, tussenpozen dat het wel weer droog was. Maar goed, het is nu weer droog. De zon schijnt, wel wat donkere wolken her en der. Maar we blijven hier maar vandaag. Even lekker wat wandelen en even van de natuur genieten hier. En dan gaan we morgen denk ik eventjes of naar Grauw of Eerenwoude. Want dan wordt het weer wat minder volgens mij. Even zien hoe we dan liggen qua wind. Want de haven van Grauw grenst pal aan het Pikmeer. Dus als je wind vanaf het water hebt, dan lig je aardig de stamp in die haven, denk ik. Nou, misschien valt het wel mee, maar het zou hard gaan waaien. Wat ga je doen? Oh, je moet je... Ja, dat was ik ook al van plan. Even met een veteren blikje overblangs. Maar nu niet hier bij die afwas, hé. Dat heeft geen zin, dat moet straks even, als de afwas klaar is. Ja. Maar ja, we moeten ook nodig stofzuigen hier in de boot. Het is heel vies, ze hebben hier gemaaid, dus je loopt gras mee naar binnen. Hondenhaar, van alles. Dus eigenlijk zou de stofzuiger er doorheen moeten. Goed, we hebben geen walstroom hier, dus dan als je dat doet, dan trek je gelijk de accu's leeg. Maar ja, het plan is om morgen even naar een stadje te gaan, een dorpje. En dat wordt of Grauw of Eerenwoude. Eerst even de boel eens een beetje opruimen. Eerst even afwassen en dan lekker een beetje rondhangen hier. Zo, het is inmiddels alweer 2 uur. We liggen hier nog lekker. Chris is nu even met Romk uitwandelen. En het heeft heel even weer geregend. Maar ik zit hier heerlijk te lezen. Een beetje YouTube te kijken.
En een beetje koffie te drinken en fly te eten. Ja. Lekker relaxed. Niet spannend. Misschien wat we morgen gaan doen. Chris had het al over dat hij wel in richting Sneek wou. Naar huis dus. Nou, dat vind ik een beetje zonde. Ja, maar het wordt slecht weer. Het wordt koud. Ja, oké. Okay. Maar hoe heet dat? We zitten hier warm. Wel even lekker alles schoongemaakt. We hebben met een vegen blikje toch even het ergste haren weggehaald. Ik heb het badkamertje heb ik helemaal uitgesopt. Die is weer lekker schoon. Wc'tje. En hier de vloer gedaan. En dat scheelt alweer, want ja, die hond brengt heel veel haren mee. En Romke die heeft zijn ontbijt niet op. Nou, dat wil wat zeggen. Dat Romke zijn ontbijt niet opeet. Gebeurt natuurlijk een enkel keer wel, maar ja, de laatste tijd altijd ontzettend goed. Dus ja, vanmorgen ook kroop hij bij me in bed. Maar ik ook het idee dat hij niet super fit was. Geen gekke dingen hier aan boord. Je ziet toch wel een af- en aanvaren van boten. Ja, de Orevenen, zoals het oorspronkelijk heet, is een populair watersportgebied. Je kan overal prachtig liggen, zijn mooie markrietenplaatsjes. Waar je gratis kan overnachten. Je kan naar Eernewoud, je kan naar Grauw, je kan naar Bartena. Dat zijn leuke plaatsen om in havens te liggen. En ja, de Orevenen, dat is het. Het is een natuurreservaat. En het is een gebied wat ontstaan is door de jaren heen met de veenwinning. Hè? Toen mensen nog turf stookten. Ja, het is een beetje een moerassig gebied geworden. Ik heb voor een paar jaar terug heb ik nog een vlog gemaakt voor het Friese Geer. Over... over het bezoekerscentrum. Ja, want hier is toen in de oorlog een vliegtuig neergestort. Daar heb ik een hele mooie vlog voor gemaakt. Daar heb ik zelf een vlog voor gemaakt. En een filmpje gemaakt voor hun. Wat zij konden verwerken weer tot een vlog voor hun. Maar daar hebben ze nooit wat mee gedaan. Dus ik weet niet wat er mee gebeurd is. Ik heb er verder niet op gereageerd. Maar ik had er wel heel veel tijd en moeite in gestoken. We zijn toen speciaal nog langs het... Zwaluwmonument gevaren. Maar daar hebben ze niks mee gedaan. Dat is wel heel jammer, want het was wel, ja, het was wel leuk. Ik ben toen naar de tentoonstelling geweest. En heb daarover verteld. Maar ja, ze hebben er niks mee gedaan. Helaas, pindakaas. Ja, een baasje is gaan wandelen zonder mij. Hoe durft hij? Waar is die dan? Waar is baasje dan? Waar is baasje heen dan? Hé? Met de muziek mee? Of gewoon even lekker wandelen? Hé? Slepertje, wat is dit? Ja, kijk, dan doet hij direct naar voren uit en dan trekt hij zo naartoe. Ja. Ik hoop dat ik scherp ben. Jullie verstaan me denk ik niet, want het waait heel hard. De beurt even uitwaaien, Chris en ik. Heerlijk! Even kijken, deze kant of uit. Hier is een bruggetje. Hier is
beetje klein watertje. Achter. Ik heb het jasje aan, het is fris. Oh, heerlijk. Kijk eens hoe mooi die luchten zijn achter mij. Zoveel varens daar. Allemaal varens daar ook. Heel stukje. Het was het alweer bijna 6:30. Chris staat te koken, jawel. En op het menu staat gebakken aardappeltjes, gehaktballetje en sla met tomaatjes. En Rompke kijkt even of het allemaal goed gaat hier binnen. Gaat het goed, Rompke? Rompke, gaat het goed? Ja? Ja? Lekker, man. Jazeker. En zo nu en dan waait het verschrikkelijk hard. Net waren er echt zulke harde vlagen dat je voelde gewoon dat die boot aan die touwen trok. En de wind komt daar vandaan, van de lamp af. Dus dat is goed. We liggen niet op lage wal, we liggen heerlijk in de beschutting. Maar we hebben gisteren al bekeken. Dus dat is mooi. We hebben deze plek goed uitgezocht. Daar hebben we over nagedacht. En ja... Zo'n beetje hetzelfde stukje hier, al die mensen die hier liggen, die blijven hier liggen nog met dit weer. Dus maken ze nu dan even een praatje mee. Dus ja, dat dus, zegt onze Tally. Tally is tomaatjes aan het wassen. Het is wel lekker dat het even gekookt wordt. Dat ik dat niet hoef te doen. Want die zit te jumpen hier voor tomaat. Die tomaatjes. En hier ruikt die gehaktballetjes, denk ik. Ja. Horen jullie dat geluid? Geen idee wat het is. Gisteravond hoorde ik het ook, want toen hoorde Chris het niet. En nou gaat hij dus naar buiten met de hond. En het is zo'n luid geluid. Ik snap niet wat het is. Het is koud. Hoor dan. Krekels? Nee, krekels maken een ander geluid. Sprinkhanen? Ik weet het niet. We gaan zo slapen. Denk ik, hoe laat is het? Ja, 11:50. We gaan zo slapen. Oh. Ja. Raar geluid.